Yo mensen, Jaroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Live 12 man multikill met de Hellstorm missile en natuurlijk de Lightning Strike. We gaan vandaag geground worden om deze sport spelen, maar Meltdown. We pakken de MP7 erbij zoals ik al zie met Extended Max en de C4. En we gaan kijken wat we kunnen gaan verrichten, man. Zoveel mogelijk Lightnings moeten we binnenhalen, zoveel mogelijk Hellstorms moeten we binnenhalen. En we moeten natuurlijk gaan voor die 12 man multikill. Vind je dit een leuke serie? Laat dan natuurlijk meteen jouw duimpje omhoog achter, want dan komt er zo snel mogelijk ook weer een nieuwe aflevering van online. En we lopen weer naar de B-vlag toe, want we moeten natuurlijk zorgen dat we daar ongeveer kunnen gaan staan voor de lekkere puntjes die je ermee kan binnenslepen. En op, er zijn al twee kills. Volgens mij liep er nog één. Ja, zie je wel, ik wist het. Ik wist dat er nog één liep, man. Ik zag een schaduw daar. En ik dacht van, fuck jou, vriend. Fuck jou. Ik gooi gewoon eens hiervoor. En ik had er nog een kill mee gekregen ook. En hier zit een sniper, je dom te doen. Oh shit. Oh shit. Roep die UAV in, want ze zit ernaast me. Uh-oh. Als ik dit overleef, jongen. Als ik dit overleef. Rustig. Dankjewel, er zit er nog één. Er zit er nog één. Er zit er nog één. Oh yes, dankjewel. Oké, de Hellstorm is alweer binnen. Nu moeten we natuurlijk doorgaan. Oh shit. Ah, nee, we hebben de Lightning. Net op tijd. Woe! Net op tijd. Oké, gooi dat ding neer. 1, 2, 3. Ik weet niet of die raak gaat. Ja, 1. Serieus, 1 kill maar. Ja, ze zitten allemaal binnen, man. Ja, ze zitten allemaal binnen. Jammer, man. Jammer, ze zaten allemaal binnen. Dan gaat het nooit lukken om daar een dikke multikill mee te halen. Jammer. Shit happens. Maakt niet uit. We gaan meteen weer door. Mooi is die voor erbij. Oké, meteen weer een nieuwe Lightning halen, want dan gaat het dom. Oh, jumpshotter. Dan ga ik zelf ook jumpshotten, vriend. Ik hoef maar één knopje in te drukken en ik jumpshot. Zo over jouw kogels heen. Wat? Ik sta achter de muur. Kijk, dat is een killcam. Hé, hey, jij kan door de muur heen schieten. Die muur is fucking van massief beton gemaakt. Niemand kan er doorheen schieten, behalve die vent met zijn Scar H. Dat is een Scar L. Ik heb werkelijk geen flauw idee hoe dit in het spel heet. De Scar, het is eigenlijk altijd de Scar L, maar dat heb ik al een paar keer uitgelegd. Maar Call of Duty houdt ervan om het weer raar neer te zetten. Teammates, wat doen jullie allemaal? Het zijn allemaal snipers in mijn team. 1, 2, 3, snipe. Jongens, waarom snipen jullie allemaal? Wat doen jullie? Ga met een normaal wapen spelen alsjeblieft. Want ik wil dit potje wel winnen. En ik wil wel een paar Lightnings binnenslepen. Heel goed gedaan, jongens. Kom hier dan. Kijk uit voor de camper. Oh, dat meen je niet. Hij zit daar gewoon en iemand klapt hem af. Kijk, dit is een kill. Hij heeft zelfs nog een suppressor op zijn wapen. Serieus? Wat? Ik mag die fan niet, ik mag hem niet. Fuck die gozer. Fuck hem. Ja, fuck, oh shit. Fuck die fan, ik mag hem niet. Kut sniper, nu ben ik boos. Nee, ik ben helemaal niet boos. Hij is gewoon kaart te campen, dat weet ik wel. Kijk, ze hebben zelfs een tactical surge in er liggen om extra hard te kunnen campen. Kom dan. Spam bij je tactical. Ik, oh, kijk uit nou, teammate. Gaat hij naast me schieten zonder een suppressor? Ik wil de B. Fuck it, ik ga gewoon de B-vlag pakken. Schijt eraan hoor. Teammates, kom me helpen, alsjeblieft. Komt er eentje in onze rug. Eén in onze rug, één in onze rug. Blijf liggen, jongens. Blijf liggen, jongens. In jullie rug. Ik heb hem voor je gepakt. Nog één in mijn rug ook. Nee! Fuck! Nee, nu verliezen we de B-vlag weer. Alsjeblieft, allemaal terug naar de B-vlag, jongens. Ik moet mijn Lightning gaan halen. Ik kan niet makkelijk een 12 man multikill halen, maar mijn hele team is aan het snipen. B, jongens, alsjeblieft. Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Ik heb hem net voor jullie gepakt. Dan wil ik hem nu wel halen. Die enemies kunnen ook gewoon in één keer doorlopen. Hè? Kijk dan, niemand knalt ze af, behalve ik. Die enemies die rennen gewoon... Kut, zijn we gecounterd. Die enemies die rennen gewoon in één stuk door, jongen. En er is niemand... Oeh, zag je? Er is niemand die ze afknalt. Dat is het erge hieraan. Kom op, jongens. Losing Bravo. Losing Bravo. Ik heb hem gepakt voor jullie. Kom op. Kom op, jongens. Ik heb een Hellstorm missile. Nu de Lightning natuurlijk nog. Dan moeten ze wel alle twee halen. Anders kunnen we nooit die 12 multikill halen. Oké, ik blijf er even heen en weer lopen. Want ik wil nu die Lightning halen ook. Iedereen zit weer in die gebouwen te campen. Loopt er eentje ondergronds bij B. Oh shit, allemaal hitmarkers. Er zitten gewoon vier man in één huis te campen. Als ik nu mijn Lightning haal, dan moeten ze eerst uit het huisje. Anders kan ik natuurlijk nooit mijn multikill ermee halen. Teammate, rot op. Dit is, ik ga ze killen. Rot op, teammate. Tactical insertion, tactical insertion. Dankjewel, vriend. Dankjewel. Oké, we hebben een Lightning strike. Ze komen sowieso nu naar binnen rennen. Oké, of toch niet? Oké, fuck it, ik doe mijn Lightning strike wel. 1, 2, nee, dat gaat niet lukken. Dit gaat niet lukken in deze pot. Kut, man. Ja, een mooie camp skill, man. Ik heb een UAV en een Hellstorm, maar ik kan niks. Ik kan niks, kijk maar. Shit, jongen. Oh, ik kan... Oh, als ik nou mijn Lightning goed had gegooid. Oh, shit. Als die Lightning... Fuck. Die Lightning die had goed moeten gaan, man. Dan had ik één dikke multikill kunnen pakken. Ik had al een multikill met een Hellstorm missen, maar ik moet natuurlijk met alle twee een dikke multikill krijgen. Maar waarom spannen de enemies serieus hier? Wat de... Ze moeten toch gewoon op hun vlag spannen? Of ben ik... Huh?
Waarom spannen de enemies niet gewoon op hun home vlag? Wat is dit? Enemies! Hallo vriend. Oké, ik heb weer nieuwe streaks. Ik kan het nog heel snel inroepen voordat deze ronde erop zit. Ik moet het gewoon doen. 1, 2, 3. Oké, heel snel, heel snel. Oh shit! Oh shit, shit, shit. En mijn leiding killt niks! Mijn leiding heeft niks gekillt! Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. En ik kan daar ook nog geen kills mee oppakken. Ik weet niet wat er gebeurt in deze lobby, serieus. De enemies die spannen bij de B-vlag. Terwijl ze een homevlag hebben. En niemand van mijn team bij de homevlag staat, behalve ik natuurlijk. En... what the fuck? Waarom? Ik snap er de ballen van. Ik moet even goed gaan kijken, man. Oké, laat me die lining weer halen, jongens. Ik pak eerst even de C-vlag mee voor de extra 50 puntjes. Ik moet even gaan kijken hoe we dit gaan oplossen, want... ze zitten de hele tijd in die huizen te kutten. Maar dat zijn allemaal snipers. Dus als die snipers dood zijn en als ik dus in dat huis zit, dan moet ik gewoon die 12 multikill kunnen oppakken. Klaar, dat is gewoon zo. Alleen... ah, shit, man. Oké, kom op. Pak die B-vlag maar, jongens. Je kan hem heel makkelijk pakken als je gewoon dekking zoekt. Wacht maar, ik kan hem hier ook pakken. Hier, oh. Hier, wachten. Ja, hier. Zo. Zo, nu kunnen ze me... oh, shit. Ik wou zeggen, nu kunnen ze me ook niet raken, maar... ik word gestunt. Pak die B-vlag, pak die B-vlag, pak die B-vlag, pak die B-vlag, pak die... oké, ik heb hem. Ik heb hem klaar. Hier is hij voor overheen gooien. Oh, ja, lekker. Lekker eroverheen gegooid, John. Ja, dankjewel, jongens. What the fuck was dat nou weer dan? Hé, hey, mooie Guardian staat daar. En we zijn weer gecounterd. Ze pakken de B-vlag. Ze pakken de B-vlag, ze pakken de B-vlag. Rot op. Dit is mijn B-vlag, echt waar. Afblijven van dat ding. Ik kan mijn leidingstrijd nu niet gooien, want we zijn gecounterd. Dus nu is het even een kwestie van wachten. Want met zo'n counter-UAV in de lucht kan ik natuurlijk nooit meer een leiding goed gooien. Dus het is een beetje tikkeltje irritant. Maar dit is gewoon puur even afwachten op dit moment. Want ik ga natuurlijk niet... godverdomme, wat is dit nou weer voor C4? Ik ga natuurlijk niet mijn streaks verneuken en... ja, dat kwam door die C4, man. Zag je waar ik die C4 naartoe gooide? Wat de heck was dat nou weer dan? Mag ik die Dragonfire? En de enemies hebben een orbital reset. Jongens! Jongens, wat hebben jullie gedaan? Even serieus. Boom! Wat hebben jullie gedaan, jongens? Oh, ik had een double kill, joh. Nice. Ah, shit. Er zit er nog één. We worden gespawntrapped. Oh, we hebben alle drie de vlaggen. Nee! Jongens, eerst kunnen jullie nog ineens een B-vlag pakken. Nu hebben ze alle drie. Span hier. Oh, hij maakt het kapot. Ook goed. Kan ook. Dat kan ook. Oké, ik kill die vent, dan gooi ik nu mijn leiding. Nu mijn leiding. 1, 2, 3. Hij moet nu goed gaan. Ja, er staan er een paar. Niet achter me komen dan. Ik krijg er maar één. What the heck? Ja, zitten weer een paar in die gebouwtjes, man. Ze moeten uit die gebouwtjes. Shitzooi. Shitzooi. Oké, we hebben nog kans. Kom op. Kijk, ik heb er één, jongens. Ze hebben nog een orbital visit in de lucht dan. Ah! 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 Ga weg! Ga weg, motherfucker! Oh, shit, fuck! Holy shit, fuck! Die had ik even niet zien aankomen. Ja, ze hebben een orbital visit, man, in de lucht hangen. En ze hebben een escort drone nu, dat hoor ik. En we verliezen de B-vlag. Ja, kut orbital. Ze komen niet allemaal schieten de hoekjes om natuurlijk. Dus dat is scheid irritant. Maar... ah, shit. Ik zei het toch, mijn hele team is aan het snipen, jongen. Daar heb je helemaal niks aan. Gewoon als je er geen kills mee kan oppakken. Jongens! Ik heb de enige... ik heb gewoon over evenveel kills met mijn hele team bij elkaar. We zitten met 9 man in een team. What the fuck, jongens? Er zit er hier ergens één. Ik wil niet heel veel zeggen, maar ze staan gewoon in onze spawn, jongens. Dus ik wil niet zeggen van, jullie zijn slecht bezig, maar... ik mag het denk ik wel zeggen. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn, maar mijn teamgenoten, maar dat zal wel, joh. We verliezen de C... fucking Optimus Prime, ga weg! Kut, die fucking ATR komt achter me aanrennen. Achter me aanrijden, sorry, rennen, what the fuck, Jan, dat ding kan niet rennen. Kut, man. Waarom moet dat ding altijd... nee! Nee! Hij rijdt er nog steeds! Ga nou weg, man! What the fuck, maat! Ik heb niks met jou te doen, oprotten. Ga heen. Oké, okay, let's go, ik heb weer een nieuwe leiding, nieuwe Hellstorm. Woe! Beetje lucky, maar dat maakt niet uit. Luck heb je nodig. Oké, deze moet goed gaan. Ik zet er... 1, 2, 3. Alsjeblieft, ga goed. We zijn net gecounterd, net op tijd. Go, 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 go. 1, 2... nee, 2 maar. What the fuck. What the fuck, jongens. En 1 maar daarmee. Wauw. Wauw. Wat een bullshit. Oh, dat is een teammate. Sorry, teammate. Maar dit is een enemy. Lekker voor je enemy. Jongens, loop naar door. Ik uit voor Optimus Prime, want die rijdt sowieso nog ergens in deze map. Die voor erachteraan. Boom. Oh. Oh, oh, oh. In mijn rug. Hij staat naast je. Oh, hij heeft hem goed zo'n teammate. Ze zitten niet op te letten, man. Staan mensen gewoon naast hem. Maar ja. Maakt niet uit, joh. We gaan lekker. Alleen we krijgen die dikke multikill nooit te pakken hier, hoor. Nooit. Oké, lekker voor jou. Hier staat er een te kutten. Boom. Oké, lekker voor jou.
Uh-oh, die was heel scheef van mij. Holy shit, weg hier. Bye bye. Oké, ze komen sowieso nu naar me toe lopen. Losing Alpha, serieus. Kom dan. Ik hoor je, hij klimt naar boven. Weg hier, 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 weg hier. Kijk uit jongens, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Oké, let's go, ik heb een UAV. Ik heb een UAV voor jullie. Uh-oh. Oh shit, oh shit, oh shit. Ik ben helemaal ingesloten, man. Rot op. Gooi deze helsom op de goede manier. Kom op. 1, 2, oh. Oké, die ging niet op de goede manier dus. Oh shit, wat een lobby. Ik sta 60 om 15. En ik heb gewoon... ik heb gewoon ongeveer evenveel kills met mijn hele team gecombineerd. Terwijl het ground... oh shit, ouwe. Dit is geweldig. Oh, ik had nog bijna triple kill ook. Maar dan liepen er veel te veel. Oké, het potje zit erop. Oh shit man, dit potje was geweldig. We hebben gelukkig wel gewonnen, dus applaus voor ons. Want we hebben een paar orbitals en alles tegen ons gekregen. Dus en serieus, hij loopt vast. Oh nee. Bedankt voor het kijken mensen natuurlijk naar deze aflevering van de Road to Life 12 van Multikill. Ik heb er bijna geen kills mee opgepakt dit potje, maar ze gingen allemaal slecht. Dus bedankt voor het kijken, vergeet natuurlijk niet te liken voor meer. En tot de volgende keer weer mensen. Bye bye.